Over welk onderwerp zou u het zelf willen hebben? Is er een dergelijk onderwerp? Ja, ja, dat is, er is zoiets. Maar dat gaat zo gek diep. En ik wil helemaal niet uit de... nu niet tevoorschijn komen als een geleerde die een zwaar onderwerp heeft. Voor mijzelf is het een zwaar onderwerp. Want het gaat erom dat alles waar wij over praten en wat we behandelen en alles, dat het materie is. We praten allemaal over de buitenkant. Alles. En dat is wetenschappelijk zo, het is godsdienstig zo, en het is psychisch ook zo, eigenlijk. Bij alles wat je aan het hart gaat, word je warm voor, heb je een hekel aan, er zit een aversie tussen. En dat punt, dat is als je ouder wordt, dat wordt wat sterker. Dat is Boeddha. Stof en as is alles wat er overblijft van de materie. En dat is het vooruitzicht wat je natuurlijk hebt op het punt dat je dicht bij de dood staat. En als je dat goed realiseert, dat alles wat je nou erg mooi vindt, of wat ik hier heel slordig en lelijk vind, dat verdwijnt. Er is een tijd geweest dat ik me erg hechtte aan alle dingen die ik verzamelde. Boekenverzamelingen en schilderijen. Allerlei dingen. Dingen uit oude tijden. Oude overleveringen. En hoe langer hoe meer ga je daar vanaf. Eigenlijk betekent het niet zoveel. Eigenlijk is alles hetzelfde. Het is allemaal materie en vergankelijk. Daarom zei ik het, het is een vrij zwaar onderwerp wat u zegt. Want u kunt mij vragen, geloof je dan aan hiernamaals of zoiets? Het wordt een kwestie van geloof. En dat zou ik verfoeien. Ik wil niet over geloof praten. Ik ken uw geloof niet. U kent het mijne niet. En ik vind het woord geloof op zichzelf al eigenlijk afkeurenswaardig. Want het geloof, dat is dus iets dat een grote menigte van mensen gemeen heeft. En dat is doordat die algemeenheid die er dan in zit, is het niet meer het ware geloof. Toen ik daarvan eerst kennis nam, toen was ik een jaar of 50 hoor, toen ik ermee begon, toen vond ik dat van Boeddha wel een hele strenge opgave. Allemaal dingen waar ik van hield en die ik mooi vond en die ik wilde houden. En juist meer, zoals de mens is. En hij zegt, onthecht je daar nog van. Toen dacht ik, ja, dat is typisch een monnik, een man helemaal buiten de werkelijkheid. En daar kan ik niet wat mee doen. Nee, ik geloof dat ik hier iets aan het opbouwen ben, al is het maar voor mijn kinderen, of wat ook, maar het heeft een betekenis. Het is een verzameling. Het is kostbaar omdat het een verzameling is. Het is antiek. Allemaal argumenten die normaal zijn en die zakelijk zijn en daardoor materieel. En nou ben ik vrij ziek geweest. Het was een dubbele longontsteking. En ik werd wakker. Ik kwam bij, ik werd weer beter eigenlijk. Maar toch erg veranderd. Ik merkte dat mijn geest veranderd was. En zonder dat ik er enige moeite voor heb gedaan, merkte ik dat ik niet zo erg veel meer gaf om die verzamelingen. Ik ben nu ouder geworden, een stuk ouder. Ik voel me niet zo lekker. Het doet me allemaal niet zoveel meer. En
het is heel prettig om een goed einde te maken aan je leven. Maar dan moet je uitschrijven met al die dingen. En zonder dat ik het wist of dat ik het voelde, werd het vager. Onder meer afstand. We zijn toen verhuisd van Ierland hier naartoe. Ik ben een hele hoop dingen kwijtgeraakt natuurlijk. Beschadigd, vermist. En dit is behelpen. In een klein kamertje zitten. En een hoop behelpen bij hoor. Maar er zijn tijden die ik tegen de wanden op zou willen kruipen. Het wordt minder. Alles wordt minder. Alles slijt. Je gevoelens slijten. Je zenuwen, je hele gevoel. Maar je geest blijft natuurlijk hetzelfde. En het is min of meer tot mijn eigen verbazing dat die geest, dat die opmerkt dat hij niet zoveel meer geeft om al die omgeving. Je kijkt elke dag een beetje anders. Het is steeds minder erg als er iets vergaat. Het komt vaak gewild over. Je doet wat Boeddha zegt. Je praat Boeddha na. Nee, met Boeddha heb ik ook niks meer te maken. Hoe zit het nu met die scheppingsdrang? Wat doet u daar nou mee? Dat lijkt me een lastig gegeven. U bent nu ouder. Je hebt een drang op een gegeven moment. Je ziet dingen om je heen. Je kan volgens mij niet meer anders kijken dan dat je toch kijkt met het idee van... Wacht, dat zijn elementen die zou ik kunnen gebruiken. Leeft dat nog in u? Ja. Ja, heel beslist. Maar wat het dan ook is, dit straft mij met zeer, zeer onrechtvaardige straffen. Ik was een waardig typer. Ik typte alles uit. En nu zijn mijn vingers niet langer goed. Mijn duim is omhoog geschoten. Geen grip meer. Ik kan niet meer tekenen, ik kan niet meer schrijven. Ik kan nog praten, maar zoals u gelukkig in het begin al vaststelde, een gesprek is anders dan een schrijf. Je praat anders dan dat je schrijft. Dus ik ben eigenlijk een beetje ongelukkig. Want ik had een boek. En dat boek ging daar juist over. Dat ging over die geest die bleef. Over die twee werelden die er eigenlijk zijn. En waarin ik gesteund werd door Asimov. Die parallelwerelden. En de gegrond dingen die ik zelf gezien had. Dus ik nam dat direct aan. Dat er een parallelwereld bestaat. Die voor ons onzichtbaar is. Maar als je erg goed oplet en erg oud wordt, merk je nu en dan dat het zich laat voelen, laat merken. Door allerlei dingen, vage dingen, vaag voor degene die normaal is. Ja, stel je niet aan. Of er was niks. En ik voel het wel. Dus daar werd ik een hardnekkig gelovig in. Ieder mens is verschillend. Ieder mens is een persoonlijkheid. En elke persoonlijkheid heeft het recht om zichzelf te zijn. En het is dus heel belangrijk om jezelf te leren kennen. Wat je ook doet. En als je iets slechts doet, dat je dat in ieder geval voor jezelf erkent. Je hoeft het niet ongedaan, maar je hoeft niks. Je hoeft niks. Je wordt niet gestraft, je wordt niets. Maar je moet jezelf kennen.